Bint Sport wordt mij mogelijk maken door Friesland Lies. Het is goed, Freed. 3 april, dit is Bint Sport. Hoe scout je een absoluut toptalent? En hoe belangrijk is scouting eens voor een betelle voetbalorganisatie? Ik praat erover met de technisch directeur van Sportclub Heerenveen, Hans Vonk. Met de assistent trainer van Sportclub Cambuur, Sandor van der Heijden. En met KNVB-scout Jan Melgers. Weet je waarom papa elke avond weg moest? Om bij te werken voor jou? Weet je dat papa zijn auto heeft moeten verkopen voor jou? Omdat papa voor zijn zoon een grote voetballer wilde maken, ja? Weet jij wel, weet jij waar de reden is geweest dat mama weggelopen is? Waarom hadden papa en mama altijd ruzie? He? Waarom kwam je altijd huilend je bedje uit als papa en mama ruzie hadden? Omdat papa voor jou een grote voetballer wilde maken. En omdat mama dat niet zo zag zitten. Nee, maar papa heeft wel gevochten en zijn handen voor jou in het vuur gestoken. Ja, hier een fragment van Jiskevet. Herkenbaar? Nee. Net? Nee, zo gaat het niet meer. Gelukkig. Nee. Volgens mij vallen ze ook niet zo vroeg af bij ons, wat later pas. En als ze afvallen, dan gaat het netjes. Ja, maar eerlijk is eerlijk, wanneer, welke leeftijd kwam je in het betellen voetbaltalonen? 18 pas. 18? Ja. Want daarvoor zie je het bij Unitas in Gorkum. Ja. En dus pas op die 18e echt ontdekt? Ja, andere tijden dan nu. We scouten nu al vanaf een jaar of 6. Dat willen we zo graag in onze voetbalschool hebben. Maar in mijn geval was het pas bij 18 jaar. Kun je nagaan als ik eerder ontdekt was. Ja, dan ben je een volle guttere keeper. Ja, nog meer, ja. Denk ik wel. Sander, hoe ging het bij jou? 9e was dat. Voetbalschool Heerenveen. Oké. Okay. Want daarvoor zie je het ook bij Snits? Ja. De VV LSC Snits? Begonnen, LSC. In Sneek. Toen naar Sneek gegaan. En toen, ontdekt. Hè. Hoe je het ook maar... Ja, en dan is dus naar Sportclub Heerenveen ontdekt, nevens mij, toch Jan Melgers. Nou, in ieder geval scouts van die toen bij ons werd, ik denk Pieter Groot, Pieter Brandy, dat wie die scouten al van Heerenveen, maar die ging toen bij ons en die wie dan selectiewedstrijd en die heren die doen het voorwerk en dan doen wij wel of niet selectie. Ja, want Joop, ben je scout van de KNVB. Waar scout je precies voor de nationale overtoon? Nee, in principe scouten we bij clubs en we hebben denk ik een heel soort scouts, een stuk of 50 die iedere region hebben. Dus een 24 clubs, die scouten ze. C, D, junioren, de besten die jouwen ze dan weer terug, een coördinator. Nou, en daar worden we teams uit formeerd en die krijgen een x-aantal activiteiten extra boppen het clubgebeuren uit. Maar echt jongens die troprutsen binnen in betaald voetbal, neem even een paar namen die jou ontdekt, hè? Nou ja, Geert Arendroda, Sander van der Heijden onder andere, en Max Houtuin, Ronnie Venema, Johnny Jansen. Ja, die heb ik al hier in de selectie spelen bij u's. Ja, en Sander, hoe gaat het dan? Want dan voetballers dus bij je in Snits. En dan, ik kan me om mijn eigen tijd wel herinneren. Dan weet je, er rint je ergens een zaak we niet meer om, hè, die ons scout is. Of net een zaak we niet maar een scout in een lange regenjaars met een bloknoot. Hoe gaat het er in Snits? Nou, het waren toen heel vaak dat scout, zeg maar, ook wel een KNVB-jas, zag je dan ook wel rondlopen. Nou ja, en dan wist je wel dat er op dat moment scouts rond het veld stonden. Maar ik moet ook wel zeggen dat in die tijd, als je zo jong bent, dan was je gewoon lekker aan het spelen, aan het voetballen. En als je 9 jaar bent, dan moet je ook nog wel even genieten van dat je op het grasveld mag staan. En dan ben je niet bezig met, wie staan er allemaal langs de kant. En, volgens mij ook niet, joh. Daar ben je helemaal niet mee bezig. Nee? Je bent lekker aan het voetballen en dan dat er achter iemand komt kijken. Volgens mij hebben we daar geen manier van als je zo jong bent. Maar Dovi is op goal? Ja. Dovi wist wel de namen van de scout die hij ontdekt had. Ja, later, omdat hij later naar mij toe kwam. Hij zei, weet je nog, want ik achter je goal stond. Ik zeg, beste kerel, ik heb jou nooit gezien. Maar hij had dus 1 of 2 wedstrijden achter mijn goal staan om te kijken. En waar wie dat? Ton van Kerk. Ton van Kerk? Ja. Ja, Oort doelman van Willem II onder andere. Ja, ja, en dus bekend van de goal van Oscar Zijlstra. Ja, toch? Hij scoorde het zit Oscar Zijlstra. Zo zei ze dat al hier. Ja. Hey jongens, hoeveel scouts had Heerenveen onder het werk? Wij hebben er in Nederland 30. Ja. In Nederland. En je scout ook nog in het boetelon? Ja, dan hebben we ook nog vaste mensen in met name Scandinavië, Denemarken, Zweden, Noorwegen. We kijken in Finland. IJsland worden we getipt. En dat is ons gebied dat we graag in beeld willen hebben. Nou ja, we kunnen niet alles zien, dus België, Duitsland, ja, dat doen we op basis van tipgevers en eigenlijk de rest van Europa ook. Ja, en die komen dan al jaren in de voetbalskwallen van Sportclub Heerenveen en de nieuwe streamers zijn de voetbalacademie. Cambuur, dat ik een voetbalskwallen. We hebben even wat feitjes op een rietje zetten.
Bij Heerenveen is de jeugdopleiding verdeeld in de voetbalskwallen en de voetbalacademie. Op de voetbalskwallen zit de jongste jeugd, de Efkes en de Eetsies. Maar binnen dit 70 jonkjes die scouten binnen. Vanuit de voetbalskwallen kunnen de talenten dan terugstremen naar de voetbalacademie. In de voetbalacademie zit de jeugd rond 18 jaar. Maar zijn 80 voetbaltalenten. Dat Heerenveen trok heel Nederland scout en ook in het buitenland. Daar zie ik het Cambuur vooral in de eigen provincie. Ek de Ljouwers hebben een voetbalskwalle. Ze doggen dit in gearwerking met de FC Grijns. In de B's en de A's zitten de grootste talenten van beide BVO's. Daarnaast had de voetballer zelfs de kar, werd hij voetbalje wel. Ja, dat is dus de grootste verschil eigenlijk tussen Sportclub Heerenveen en Cambuur. Is het eigenlijk dreig, scouten? Nou, hier met goed zien, een talent, hè? Hoe valt een talent om? Je zorgt de wedstrijd, dat was deze. Ze spelen sans saison een EPPL of 11-11 een DPPL. Dan zie je naar welke positie spelen ze, hoe vallen ze aan, wat is hun bijdrage in binnen aanvallen, wat is hun bijdrage in verdedigen. Waar valt een speler daarin op, waar onderscheidt een speler zich daarin? Nou ja, en dan zorg ik nog van, nou, wat ken je nog meer? Heeft er een goede paas? Heeft hij een goede schijnbeweging, kent er een goalmaatje of kent er verschrikkelijk goed koppen of verdedigen. En dat maakt het een specifiek verselectie, ja of nee. Ja, want Sanders, hoe stoot kennen? Scouten? Ik denk dat iedereen die op een bepaald niveau gespeeld heeft of trainer is, wel kan zien of een speler talent heeft. Maar het moet ook, je moet het ook echt leuk vinden. En ik denk niet dat ik de geschikte persoon ben om alleen maar te scouten. Nee, want hoe belangrijk is de scouting van Sportclub Heerenveen? Ja, dat is onze levensader wil ik niet zeggen, maar wel een van de belangrijke bouwstenen onder onze club. En terugkomt die vraag van hoe herken je het? Wij hebben daar een systeem voor. We hebben een STIM, zoals dat bij ons heet. Snelheid, techniek, inzicht en mentaliteit. Nou, dat zijn handvaten die we gebruiken, onze scouts gebruiken die om talenten te kunnen herkennen. Waar het echt om draait en wat specialistisch werk is de potentie van talenten. Van hoe goed is iemand, maar hoe goed kan die worden? En dat is een vak dat beheerst er maar weinig volgens mij. Ja, en het percentage wat u dan eigenlijk opbrengt, want er zit dus een heel soort voetbaltalent dan op de voetbalskwallen en op de voetbalacademie bij Heerenveen. Hoeveel brekken er dan uiteindelijk terug naar het eerste? Ja, ik heb er geen idee van exacte cijfers. Hè. We hebben de doorstroom, hè. De aantal jongens die echt de opleiding doorgaan, dat is een percentage. En dan uiteindelijk zijn ze dan senior en dan, ja, wat er dan doorkomt, daar proberen we dat 50% van het elftal wat we dan hebben, dat het uit eigen jeugd bestaat. Ja, dat lukt het ene jaar beter dan het andere jaar, maar dat is wel het streven. Ja, maar het er al Ian? Dat heeft wel ook te maken met de hoofdtrainer die er op dat moment zit. Hè, van, ziet hij het in bepaalde spelers zitten? Hè? Dat is ook iets van, je hebt ook soms wel een beetje geluk nodig als jeugdspeler om door te breken. Ja. Hè, met blessures ook, nou, als dat goed gaat, is dat prima. Maar dan heb je wel te maken met een technische staf bij een eerste elftal, die het wel in jou op dat moment moet zien zitten. Ja. Ja, of ik misschien wel van liever eigen talent dat boven talent geeft van een orenclub. Nou, die tijden zijn er nu toch? Het is nu een tijd dat we niet meer zoveel geld hebben om spelers te kopen, die veel kosten. Dus het is nu de hoogtijdagen voor de eigen jeugd om door te breken. Daar zijn de afgelopen jaren Heerenveen mee begonnen. Bikel, Nodelijst, ja, Van Amersfoort. De laatste Sinkgraven tot en met daarvoor Hakim, Van Amersfoort. Nou, daarvoor zaten er ongetwijfeld nog wel een paar. Maar die hebben het voordeel gehad dat inderdaad de budgetten kleiner worden en dat we daarom sneller terugvallen op eigen jeugd. Ik moet zeggen, ik vind het een zegen. Ja. En als Jost, dat talent dat ik goed doet. Hè? Dus ik rijd een kans en de technische staf jouwt zijn kans. En ze met hun thuisvillen bij Cambuur, ze met hun thuisvillen bij Heerenveen. En ze moeten plezier hebben in hun werk, in hun training en in hun voetbal. En ik denk dat ik mij beslist, komen ze in het eerste of net. Ja, nou, de scouting is dus heel belangrijk. En we hadden dit weekend, de oudere weekend, hebben we 2 scouts volgen. 2 scouts van Cambuur. Oh, yeah. Oh, yeah. Everything gonna be all right this morning. Spelen. Ja, jongen, dat zit er nog niet in. Spreek je wel, maar hij steekt er niet boven in de zijs van. Hè? Ja. Ik wil thuis al hebben.
schijnt het niet zo nauw te nemen met de discipline. Maar voetballen kan hij wel. I want you to believe me, honey. We have a lot of fun. I'm a man. No. Come on, man. 16-0. 16-0. 5 dikke 6. En met mij links of rechts? Allebei. Allebei? Ja. En wat je een goede voetballer dan? Ja. Ja? Ja. En wat wil je voetballen? Bij Cambuur? Nee. Oh, wat zeg je nou? Maar dan? Ik zit op Heerenveen. Dat meen je toch niet? Ja, maar ik wil voor Real spelen. En niet naar Cambuur? Nee. En dan zijn wij hier te kijken naar jou en dan ga je naar Heerenveen. Dat kan toch niet? En woon je in Leeuwarden? Ja. Nou, geweldig. Doe je best daar, hè? Ja. Hé, hey, vriend? Ja, het is goed. Toch? Ja, het is wel grappig om te zien, want Hans van Zuid is van... Oh, dat jongetje, dat is een aardige voetballer. En nou, is hij is al scouter van Heerenveen natuurlijk. Blijkbaar, ik had het goed gezien in ieder geval. Ja. Hey, want hoe zit dat met de concurrentie onderling? Met Cambuur en met Heerenveen? Want je Fiske van zelfs alweer uit dezelfde vijver. Ja, wij hebben een gebied, Noord-Nederland, daar scouten wij voor de jongste jeugd. Dus daar valt ook het gebied van Leeuwarden onder. Ja, wij kijken gewoon naar wat wij denken dat bij ons past. En we schromen niet ook om in Leeuwarden te kijken. Ik denk dat het ook ons goed recht is. En als we daar een talentje zien, die halen we die ook weg. Maar het hoeft elkaar niet te bijten, denk ik. Er is genoeg, niet heel veel, maar er is genoeg om goede elftallen samen te stellen. Ja, maar er wordt altijd wat geheimzinnig uitdien, hè, hoe scouts. En dat heeft zelfs ik alles te krijgen met het feit van dat je misschien wel benauwd binnen dat orenploegen de talentjes weer bij een wooi helje. Dat zult er ongetwijfeld mee te krijgen, hè? Ja, daar hebben we ook mee te maken, ja. Maar wij trekken het vaak uit de anonimiteit. Wij melden als er een scout komt, melden zich netjes dat hij komt kijken namens Heerenveen. En verder moeten ze mooi op de achtergrond blijven, niet op de voorgrond. En alleen kijken wat talent is en dat op het bureau bij Heerenveen bespreken we van of iemand aan gaat trekken of niet. Derms is Stooijer als technisch directeur om tafel en net de hoofdscouting. Ja, we proberen wat centraal te houden. Ja, ja. Want er hingen toch altijd wat mystieks om die scouts heen. Vind je dat zelf ik? Zat je vrouw dat toezek, CEO? Ja, het is natuurlijk wel zo. Hè? Het is altijd iets bijzonders als bij een club komt, als KNVB scout of als Heerenveen Cambuur. Dan ben je altijd mensen die sjoggen dat en die vinden dat natuurlijk iets bijzonders. Maar ik krijg ze wat Hans, ik zei het. Het is natuurlijk gewoon de wedstrijd observeren, analyseren en valt er een speler op of een speelster in een hoedanigheid. Dan bespreekt ze dat in een team, komt hij in de selectie of net. Komt hij bij Heerenveen of komt hij bij Cambuur of net? Zo doe je dat meer. En dan gaat het traject verder. Dus dan krijgen ze een opleiding die verder gaat natuurlijk. Ja, Sander, door eens tekenen om bij ONS. ONS Nits, hè, die clubke, amateurclub. Daar zit natuurlijk ook wel talent. Juist die talent zit dan ook terug bij de scouts van Cambuur? Nee, maar die scouts van Cambuur hebben dat zelf gewoon in beeld. Hè? Waar het talent in Friesland rondloopt. Dus dat ja. Je zit net te wachten op de tips van Sander van der Heijden. Nee, misschien wel, maar dat is ook hun taak en dat doen ze prima. En kijk, als je op een gegeven moment in de B1 of A1 zeg maar, talentjes ziet bij ONS bijvoorbeeld. De B1 heeft nou een goede lichting. Ja, er zitten goede spelers bij A1, maar om dan nog de stap te maken naar een BVO, dat... Je zorgt dan, die collega aan de andere kant van de tafel, die op zijn 18e scout, dat heeft toch... Maar ik ben het met Sander eens, dat is te laat. Oh, toch? Ja, wij proberen zelf veel jongeren te halen en om die manier op te leiden. Als je voor de A en de B gaat scouten, dan is dat... Acht je niet dan of de oester dan ga je meer specifiek kijken. Je kijkt aan de onderlaag, kijk je naar de algemene vaardigheden van spelertjes. En zijn ze, nou, heel simpel, kunnen ze goed voetballen. Zijn ze technisch vaardig. En, nou, en dat bouw je dan op. En op een gegeven moment dan kom je bij de A, op de B en bij de A. En dan ga je specifiek kijken van nou, welke positie hebben we nog nodig om straks door te kunnen groeien naar het eerste. Ja, en dan moeten zij nog bezig met hun basis, zeg maar. Basis, techniek en vaardigheden. Terwijl de rest daar al... Ja, die zijn zoveel stappen verder. Klopt. Ja. En, ze trainen natuurlijk. Ik zuis tot 8 keer per week. En als dan bij 2 keer in de week trainst, dan heeft een enorme achterstand. En dat is hartstikke niet te herinneren. Nee. Ja, daar heb je helemaal gelijk in. Dus wij halen wel eens spelers uit het Westen, hoor, op die leeftijd. Nou, die hebben gewoon een half jaar nodig om aan te kunnen passen aan niveau. Ja. En de trainersintensiteit met name. Dat is zo'n groot verschil. Ja, want hele jonge jonkjes, Ben, die toch Cambuur of Heerenveen scout worden, die streamen dan in dus bij de D'tjes. En van een speciale Mien Club kregen we nou de kans om te zien hoe de D1 van Cambuur in Tarret op die hele spannende twastriet zien de D1 van Sportclub Heerenveen. Beeld je straks zo goed mogelijk in. Die wedstrijd die speelt zich dus af. Alleen, de wedstrijd begint met een tegenslag. Want we komen 0-1 achter.
Op dat moment zet je juist door. Dat hoort bij volledig op spanning staan om te kunnen presteren. En jullie winnen. Ik ben Elwin Verkeulen. Ik ben 24 jaar. Ik ben technisch jeugdcoördinator en trainer van D1 bij SC Cambuur. Ik probeerde de kinderen eigenlijk vandaag bewust te maken van een aantal processen die spelen. We hebben het gehad over spanning, stress. Wat is dat nou eigenlijk? Dus je zou kunnen zeggen van, wat in voetbal wel eens gebeurt, gewoon je algemeen, laat de spanning maar gaan en laat maar gaan, het komt wel goed. Ik denk op het moment dat zij de kennis hebben van hoe spanning daadwerkelijk werkt en dat het eigenlijk gewoon nodig is om paraat te staan, om klaar te staan en te presteren, ja, dan creëer je een soort van begrip en kunnen ze ook daadwerkelijk goed naar gaan handelen. Keurig Tobias, keurig Tobias! We visualiseren. Dat is niet per se normaal in voetbal. Maar je ziet iedereen dat vol overgave doen en ze ervaren op dat moment van ik kan door mijn gedachten echt te controleren, kan ik mij rustiger gaan voelen. En gaat die negatieve spanning gaat er even vanaf. Maar ook als je kijkt naar de manier waarop ze met elkaar omgaan, hoeveel ruimte er is voor iedereen om iets te zeggen. Het gesprek gaat eigenlijk, steek wel vingers op, maar het gesprek gaat eigenlijk heel normaal, heel natuurlijk. En iedereen durft daar zijn dingetje te zeggen. Wij moeten natuurlijk als opleiders heel erg bewust zijn dat dat percentage, dat het daadwerkelijk doorbreekt in het betaalde voetbal, niet 50% is of zo. Het zijn maar, als van deze groep 2-3 jongens het halen, zou dat heel erg knap zijn. Dus daardoor handel ik ook altijd met in mijn achterhoofd het feit dat kinderen ook waarschijnlijk op een latere leeftijd in een maatschappelijke carrière terechtkomen. En op het moment dat de transfer van de dingen die we hier leren naar zo'n situatie te maken is, dan doen we het heel erg goed. Ja, en zo wint Cambuur mij 1-0 van Heerenveen. Dat doet zeer, Hans. Valt reuze mee, gelukkig maar. Ja, want ik zocht wel, en dan komen we eigenlijk bij de kern van de zaak. Ik zocht wel dat een jonkje beter voetballen kan als een oor. Maar hoe weet je nou, Melkens, dat jonkje dan echt geschikt is voor een Cambuur of voor een sportclub Heerenveen? Nou ja, de scouts van die beide clubs die zorgen als ze de vaardigheden hebben die binnen hun een opleiding pasje. Hè? Dus bij de D's of C's of E'tjes. En wij binnen de KNVB zitten we er vaak nog een laag onder, want er zit er nog een breedte onder. Hè? Dus die scouten we dan ik wel en die houden dan ik dan kans. En daar doen we dan ik een x-aantal activiteiten, maar dat doen we dan. Maar hoe weet je nou dat een talent echt geschikt is voor het betaald voetbal? Nou, dat weet je eigenlijk. Hij heeft bepaalde vaardigheden op die leeftijd, dan stekt hij er bovenuit. Maar je weet er nooit, altijd het eerste helft. Voor kop erop zit, zeg maar. Ja, dat zou ik nou. Hè, in de mentaal goed, in de thuissituatie goed. Wil hij echt trainen? Wil hij beter worden? En wil hij dat in het traject van B-junior naar het eerste daar dan? Is de kans goed, bijvoorbeeld Joey van den Berg, dan hel is het. Maar dan ben ik een heel soort jongens die goed datzelfde niveau hebben die het net hel. Dus, En de rol van de ouders? Bij ons zeggen ze dat je vanaf een jaar of 12, zeggen de specialisten, vanaf een jaar of 12, C-leeftijd ongeveer. Ja, ja. Dan kun je wel zeggen van nou, die gaat betaald voetbal halen of die waarschijnlijk niet. Ja, dan zijn er natuurlijk al nog uitzonderingen, maar dat is, dan heb je nog een redelijk beeld van en waar leidt het dan nog om? Want er zijn natuurlijk tig factoren nog. Daarna, je hebt talent, hè? We zeggen dat is aangeboren geluk. Dat heb je of dat heb je niet. En dan gaat het erom, kun je dat talent met talent ontwikkelen? Dus kun je het ontwikkelen? Nou ja, en dat zie je dan vaak wel vanaf een jaar of 12 tot 14. Dat zeggen de specialisten. Ja, maar goed, en de rol van de ouders, heen en ik nog natuurlijk. Hè? Ik denk dat die ook heel erg belangrijk binnen. Ja, nou ja, goed. Mijn ouders gingen altijd overal mee naartoe.
En ik had toevallig met Hans even voor de uitzending over Michel. Michel Flap van Heerenveen. Nou goed, dat is ook een familie die daar... Ja, zoon van Jan Flap, haartrainer van Hartmanse Boys. Ja, nou, en die gaan ook overal mee naartoe. En dat is wel een extra steun, hè, wat je kan gaan gebruiken. Hè, vooral als je jong bent. Ja. Ik vond het heerlijk dat mijn ouders kwamen kijken. Ja, je hele gezin, die hele familie moet er anders op insteld zijn. Je moet er maar voor jou kunnen in de week naar Heerenveen. Je moet er maar... En dat is voor een andere familielid niet altijd even leuk. Nee. Kan je het opbrengen? Nee, toch? Want alles draait dan om dat ene jonkje wat toevallig aardig voetballer kan. Klopt. Ja. Ja. Het hele leven is richt op sneurte medisch, die wedstrijd. En de trainer de hele week ervoor. Ja. En uiteindelijk is dat stadion om het in de eerste te komen. Ja. Goh. Die ouders moeten daar ondersteunend in zijn, hè? Dat zeggen wij altijd tegen op ouderavonden. We verwachten van jullie support, ondersteuning. Ja. En laat ontwikkeling dan maar aan de trainers over, want die kunnen dat heel erg goed. Ja. Ja, en uiteindelijk mag je al blied zijn als er één of twee van die jonkjes van die lichting trost erin, maar nou het eerste, dan heb je het eigenlijk al heel goed dien. Ja, wij proberen 3 tot 4 tot 5 door te laten stromen. Dat gaat naar de belofte dan, hè? Dus naar onze A-selectie. Nou ja, uiteindelijk wie dan in het eerste komt te spelen, dat zijn er vaak nog iets wat minder, ja, dat klopt. Ja, en kan je dat nog een keer werkersverbonden met de FC Grains? Ja. He, de A's en de B's binnen combineert. Ja. Als ze dan in de belofte komen, dan mogen ze uiteindelijk kiezen. De talenten werken hier weer heen, of naar Cambuur of naar de FC Grains. Ja, en daarom is het ook goed dat we volgend jaar bij Cambuur een belofte elftal hebben. Oké, ja, dat kan hier, een belofte elftal, zeker. Nou ja, en daarna is natuurlijk die het net hadden, die komen dan in een hoofdklasse af. Hè, bij ONS, Harkema, Truchten of Snits. Dus dat ben ik hele, dat is echt een goed platform om daar te voetballen. Dus, of Hurregriep, hè? Of Hurregriep. Jongens, we zijn daar aan de quiz. De vraag van deze week gaat over dit jonge voetbaltalent. Want hoe gaat dit jonkje, die tot zo'n zijn 8e jaar in het Abellense stadion omrint, 5 seizoen in het eerste van Sportcup Heerenveen spelen het, maar tegenwoordig bij Cambuur mooi traint? Is dat A, Tony Albeda? Is het B, Berend Schootstra? Of is het C, Geert Arend Roda? Mail je antwoord van waarsje naar pint@omroepfriesland.nl. En win! Ja, en win dan de 2 kaartjes van de wedstrijd van Nijewieke, Heerenveen, Chin AZ. En de winnaar van Vlindwieke zit nu onder in beeld. Dat is Sanne Bielstra uit Drachten. En zij krijgt 2 kaartjes van de wedstrijd van dit weekend. Sportcup Heerenveen, Chin NAC Breda. Op de radio doen we dit weekend ook weer verslag van Heerenveen en van SC Cambuur. Sneuntioen om 16:15 tot collega Roelof de Vries verslag van Heerenveen, NAC Breda. En sneuntemiddag om 16:45 hoorden Koos Wieling en Timo Jepkema u op de hoogte van Cambuur, Chin de Go Ahead Eagles. Ja, om nog eventjes, het waren mooie wedstrijden, maar volgens mij Henk de Jong, die had het zijn van Jim Wolle bij de beste 8 eindig je. Ja, ja, mooi. Daar wist je wel van op hechten, toch? Ja, net. Dat hij dat zijn heeft. Net, ja. Net. Nee, dat klopt. Ja, dat klopt. Ja. Maar dat is ook realistisch nu, toch? Ja. Nou ja, vinden goed, wij wel. Ja. Bij de beste zoon dan, heen op play-offs Europees voetbal. Ja, maar je moet ook kijken, wat is het verschil, hè, met de nummer 7? Ja, oké. Okay. Maar ik heb wel begrepen dat Aad de Graaf het hele dikke boek van de FIFA, al wel vast, of UEFA, sorry, al invult heeft. Dat klopt het, hè? Dat weet ik niet trouwens. Maar dat hangt ook af van wie de beker wint, hè? Ja. De 8e plek kan een play-off plaats betekenen. En dat hangt er af vanaf wie de beker wint. Oké, okay. En dan heel kwart nog eventjes, want Heerenveen, play-offs Europees voetbal, dan is het seizoen slagen? Vooraf hadden wij het niet zo hoog ingeschat, maar het zou een hartstikke mooie prestatie zijn van Dwight als hij dat voor elkaar krijgt. Oké, okay, en de allerlaatste vraag is voor jou, Melkers, van wat is het eerstvolgende grutte talent? We hebben nog geen weet van hè, die het aan zijn tropbrekker ziel, Frieske talent. Nou, ik heb hier een op tegen, maar ik durf het daar eens net te vertellen. Jongens, we hebben het niet gekeken over scouten horen van heel jong talent. Maar ja, dat is Ian. Er is ook nog een orentak van scouten. Dat is eigenlijk van de gearriveerde jongens die de gelijke versterking wezen matten van het eerste overtal. Is dat een hele orentak van sport? Ja, absoluut. Absoluut. Want kijk, als je echt met jeugdspelers te maken hebt, kijk je naar wat Hans al aangaf. De basisvaardigheden in het begin. Uiteindelijk ga je naar andere vaardigheden kijken als je vanuit de BSA junioren, hè, dan kijk je van hoe ze zich verder ontwikkelen. Maar kijk, bij Cambuur waren geen beloften, hè, dit jaar en geen C of B en A junioren niet. Dus bij ons, onze scouting is, ja, die moeten gelijk in het eerste elftal kunnen gaan spelen in onze speelwijze. Ja, dus dat is wel een andere tak van scouten, ja. Ja, en wat is dan de rol van de technische ster? Bijvoorbeeld er komt Marcel Keijzer, nou, de technisch directeur, en die zegt van, nou, misschien is die Macintosh wel wat.
of Roesnak of Betici. En dan, hoe gaat het dan verder? Nou, wij hebben dus niet een scoutingsapparaat zoals bij veel grote clubs zijn in Nederland. Hè? Die overal hun mensen hebben en een hele programma hebben op internet. Van nou, dat ze even een naam in klikken en dit. En dan komt er een lijstje of een positie. Dus wij krijgen via ons netwerk, hè, ook wel via de scouts. Jan Kort, Jelle van Surk, Konrad Ongersma. Die bekijken de beloftecompetities en de Jupiler League. En daarnaast is het zo dat het netwerk van Marcel Keizer en Henk de Jong heeft natuurlijk een groot netwerk. Nou, Arne kent wel mensen, ik ken wel mensen. Maar dan leidt er een naam op tafel. Ja, bijvoorbeeld en dan krijgen wij een naam. Ja, en daar krijgen we beelden. Of daar gaan we beelden van bekijken. En dan heb je een programma op dus Y-Scout is dat. En dan kijken we op de laptop of dat eventueel potentie heeft, zeg maar, om in onze speelwijze te spelen. Ja, is het verder liever hoe Jim het doggen? Ja, wel. Wij hebben wel een scoutingapparaat. Wij kijken wel, als je terugkomt op jouw vraag van wat. We kijken naar jong algemeen. En als je naar de eerste kijkt, dan kijk je naar specifieke vaardigheden. Nou, wij hebben ons eerste elftal. Daar hebben wij achter de schermen een elftalletje achter. Een schaduwelftal, zoals we het noemen. Dus dat zijn jongens, er zijn wel, ik denk wel 30 mensen die wij continu volgen hoe ze het doen. En mocht er dan iets weggaan bij het eerste, dan hoop je. Maar goed, dat verandert bijna elke week. Dan hoop je dat je iemand anders een vervanger kunt halen. Ah, dat hebben we redelijk in beeld. Maar goed, het blijft altijd. Het blijft een hele dynamische wereld. Dus scouten is constant aan de gang zijn. Ja, want dat ben je bewuste die schaduwlijstjes. Hè? Als die voor gear mocht, wellicht gaat die voor, dan is maar die kleerst in en maar die kleerst in. Zijn de scouten vanuit, maar je hebt je eigen jeugd nog. Dus dat is ook hartstikke moeilijk om dat te bepalen. Van, dan kun je wel een speler halen die uit de scoutingrapporten naar voren komt. Maar ja, dan kijk je van wat komt er uit eigen jeugd door. En blokkeren we dat dan niet. Dus ja, dat is, wat even actueel, mocht Mark Oet voortgaan, want die zit dus in de interesse. Hè? Ja. Je hebt de optie lichten van nog een ier. Ja. Dan had hij voortgaan, ja, waardoor je dan Kim Pelle van Amersfoort het al oren. Of moeten we wellicht een nijspits hebben? Nee, simpel. Dan hebben we Henk Veerman nog. Dan hebben we Pascal Huzen nog. Die speelt op dit moment bij MVV. En dan hebben we Pelle van Amersfoort. Nou, dan is de discussie. Die hadden we vanmiddag met de technische staf. Durven we daarmee aan? Durven we daarmee de competitie volgend jaar in te gaan? Ja. Interessante discussies. Hartstikke mooie discussies. Ja. Ja. En het mooie is daarvan, en dat merk ik nu steeds meer bij Heerenveen, dat het een gezamenlijke discussie wordt. Waar vroeger had je de scoutingafdeling, hè? Die gaat het land in, die zoekt wat en die zegt, nou, het is een speler. En dan komt er bij de technische staf en dan, nou ja, oké. Okay. Nu proberen wij dat bij Heerenveen te doen, zo weet je wat. We gaan met z'n allen kijken van wat willen we nou, waar willen we naartoe? Wie willen we halen? Breed gedragen. Dat het een gezamenlijk verhaal wordt. Ja. Goeie zaken. Ja. Maar als je een topper haalt, of een speler die voor Cambuur natuurlijk. En hij kan niet direct het eerste. Ja, er zit wel een prijskaartje aan natuurlijk. Dus je kunt het ook niet vaak in de maand op proef halen of zo. Nee, maar per definitie vind je als scout van de KNVB dat je altijd voor eigen talent gaat matten? In principe wel, maar een club moet ik presteren. Dus als er een spits komen moet en oorspitsen ben op dit moment, die kent het nog niet aan. Of die moet nog even wachten. Dan shot Heerenveen om hem heen en dan shot Cambuur ook om hem heen. Ja. Ja, Joop is scout, maar ja, de meest bekende scout eigenlijk van Friesland is? Ik heb wel een naam, maar... Nou, zeg ze maar. Bij Heerenveen? Dat is onze ex-voorzitter. De erevoorzitter Riemen van der Velde. Laten we even zien hoe hij het doet in La Manga. Ik zet dan even de opstelling erop. En dan is groet de namen er even bij en die zet de leeftijden er even bij. Nou, en dan aan het eind van de wedstrijd, dan zet ik er een notitie bij. Of ik zet er een cijfer bij, wat ik van ze niet vind. En dan 2 is volkomen waardeloos. En 3, dat had ik net zo volle te beschitten. Een 4, nou, die kan je wel eens volgen in de toekomst. Een 5 is interessant en een 6 die mij direct helpt. Dat ben bij ons in Heerenveen eigenlijk de afspraken die waren. Ja, de meester scout eigenlijk niet meer van de velden. En dan zou het Hans hebben met al die 2 papiertjes bij hem. Ja, dan kan je makkelijk de aantekeningen maken. Kijk, één, wie is het, welke heeft de nummers. En aan de andere kant maakt hij aantekeningen. Ja, en hij heeft dan een soort van verdeling. Hè? Hier onder bij 6. En als je dan 6 scoren, dan ben je dus heel goed. Werk je jouw extra? Ja, ik volg zijn structuur. Hè. De stem, het Heerenveen, wij hebben ik een structuur. Hè. Dus balbezit, balverlies, omschakeling. Wat zijn de acties in aanvallend opzicht, plusjes. Maar je kunt toch nooit 22 spelers al je tagelijk volgen? Nee, maar je moet eerst rustig de wedstrijdje en analyseren. En dan vallen er een paar spelers op. En die volg je. Ja. En dat doe je dan met z'n allen. En Hans die pakt bijvoorbeeld de keeper eruit en daar pakt er een spits uit. Dan zal er een zien. En dat chokt dan ik wel. Bij hun, ik kan er dan iets meer van vertellen.
Nou, en dan maken ze de keuze. We nemen het al wel of net, we nemen het net. Of we het nog even zien. Ja, en waar neemt dan uiteindelijk bij Cambuur, zeg maar, daar komt er een namen te lezen. Waar neemt uiteindelijk de beslissing? Uiteindelijk Henk in overleg met de staf. Of wij denken, of uiteindelijk Henk denkt, zeg maar, of hij goed genoeg is om basisspeler te worden, zeg maar, bij ons. Ja. En dan komt er nog natuurlijk een financieel plaatje, zit eraan vast, waar wij... Denk je hem niet uiteindelijk, nee. Jim zei ze gewoon puur van voetballensjoen, is dit een versterking? En nou, maar Jim, zorg je ja, nou, neem maar de Jim eruit komen. Maar kijk, het is, je moet wel zo zien, dat weet je bij Cambuur niet. Kijk, wij, ik noem wat, het centrale duo werd verkocht afgelopen zomer. Ramon, Martijn. Ja, daar begint wel onze speelwijze. Hè, bij iedereen, maar wij hebben wel een bepaalde speelwijze, hebben wij. Nou, die gaan weg en dan moet je dat oplossen. Etje en Reiner konden wij overnemen van AZ. Nou, hartstikke positief. En we willen heel graag, maar eigenlijk we moeten, met een linkspoot centraal spelen. Links centraal. Nou, dan ga je op zoek naar een linker centrale verdediger. Nou, en jij nog een paar weet. Maar goed, dus die zijn er niet zoveel. Nee. En helemaal niet. Tuurlijk, je hebt wel verdedigers die linksbenig zijn, maar die kunnen heel goed verdedigen. Maar wij willen liever... wij zoeken eerder een voetballende verdediger die wij leren verdedigen, hoe raar het ook klinkt, dan een verdediger die wij op die leeftijd nog leren verdedigen. Je hebt Lucas Bijker in het centrum als de fysiek sterke Vitas. Ja, en daarom hebben wij Lucas ook links centraal neergezet. En dat, nou, dat is aardig uitgepakt, denk ik. Maar hoe groot is de factor Glock? Die is nadrukkelijk aanwezig. Nadrukkelijk aanwezig. Maar goed, een goede voorbereiding elimineert het factor geluk. Of laat in ieder geval wat zakken. Maar er blijft altijd een geluksfactor om de speler heen hangen. Ja, maar dat gebeurt toch wel eens dat jij denkt van, of dat Jim denkt van, dit is echt een geweldenaar. Nou, bijvoorbeeld een Thomas Dalgaard. Die Helium is de topscorer in de Deense competitie. En die misleert het dan. Let het maar eerlijk zezen. Ik denk dat het iets anders ligt. Als je terugkijkt naar de voorwaarden om Thomas te halen, die waren allemaal aanwezig. Hij was topscorer. Hij was iets ouder en we hadden een jongere spits, dus dat paste prima bij ons. En de enige reden waarom Thomas het niet heeft gered bij Heerenveen is omdat Oet het zo goed gedaan heeft. Dus Thomas heeft nooit gespeeld. En dan kan iedereen wel zeggen, ja, miskoop en speelt niet. Ja, heb je het zwier, toch? Hij was wat fysiek, nou ja, we hebben die discussie hebben gehad. Dus als je bij Heerenveen komt, moet je aan de bak. Ja. Daar had hij wat moeite mee in het begin. Nou ja, dan ga je iets te hard trainen, raak je weer geblesseerd. Nou ja, kijk maar, er zijn voorbeelden van mensen die wat stroef beginnen. Dan heb je vaak een stroef vervolg ook. Nou ja, en daarnaast, en dat is de voornaamste reden, Oet, die doet fantastisch. Nou ja, dan kom je als andere spits nauwelijks aan het spelen. Ja, dus dat ik gewoon pech eigenlijk van Dalgaard dan. Factor geluk en pech spelen inderdaad een belangrijke rol. Ja, en toch feit bloot, Jim zie je toch altijd wel in Scandinavië. Je bent even in Nigeria, een perifoline, heb je het ooit bezocht. Hè? En Roemenië was wel een peer. Zuid-Afrika, maar ja. Je, het vizier luidt toch vooral op Scandinavië. Want hield hij blik maar weer dat er toch een heel soort talent zit. Even een paar voorbeelden uit Scandinavië. Ja, alle jongens in Scandinavië, want dat vaak blikken dat die mentaliteit, die likt vaak op de Friese mentaliteit. Dat is toch zo? Ook, maar ze passen ook goed bij het publiek. Het zijn jongens die het publiek aanspreken. En dat is ook belangrijk. We willen graag mensen, voetballers hebben die het publiek vermaken. Nou ja, die haal je daar ook weg. Ja. Verstaan zij de taal ook niet sneller binnen dan time. Afrikanen, met alle respect. Maar die hebben toch een eigen cultuur. Ja. En misschien dat mensen, dat Scandinavië toch wat makkelijker, sneller de taal begrijpen. Het voetbal, speelwijze snappen. Makkelijker meedenken. Makkelijker kunnen meedenken in systemen. Ik denk dat er ook wel wat mee te maken heeft. Absoluut, ja, speelt zeker mee. Ze integreren gewoon heel makkelijk. En dat is het grote voordeel. En Jim zit je denk ik vooral in Nederland en in de Jupiler League. Ja, nou ja, en soms hij Sander van de Streek. Ja, goed, op Betsy bijvoorbeeld, dan heb je het over een Afrikaan. Maar dat is natuurlijk wel een glok. Dat is een geluk. Ja, hè, een pareltje. Dat is gewoon echt kwaliteit. Van de Streek, die komt bij de belofte Vitesse. Ja, dat is ook die jongen die ontwikkelt zich zo verschrikkelijk goed. Ja, die heeft zich in een half jaar, dat is echt heel snel gegaan. En daar hoop je op, begin van het seizoen. Maar dat weet je op dat moment nog niet, dat het zo snel zou gaan. Het kan ook een jaar of anderhalf jaar duren. Dus ja, dat zijn wel
Dat soort dingen heb je gewoon geluk bij nodig. Ook. Ja. En het past in een groep en het past bij een trainer en het past bij een staf en een speelwijze. En uiteindelijk klikt dat en die jongen voelt zich ja, ook heel erg prettig. Dus dan, ja. En dan, soms hij dat, hè, maar Roestak is echt zo'n voorbeeld. Hè. Die komt dan en die speelt echt de sterren van de hemel en Jelle hier. En dan kan hij ook oeral hinnen. Ik bedoel, hier mag ik nog maar in bezig geweest. Hij voetbalde nou bij de FC Grays. Ja, maar die was wel echt goed hoor. Dat kon je, dat kan je, we hebben 30 seconden beelden gekeken. Dat was klaar. Ja? Ja, dat was niet normaal. En toch zijn ze. Want Manchester City heeft toch een selectie van 100 mensen? 100 spelers. Ongeveer, ja. Is dat zo, ja? Ja. Oké. Okay. En Roesnaks die op plaks. Wat wie het? Nou, weet ik niet. Hij stond niet op de posters, zeg maar. Nee, hij stond nee. Nee, zeker niet. Nee. Volgens mij is die er op plak 60. En deze petitie, ja, die stond op de poster, hè? Die stond 24, ja. Volgens mij. Ja. Dus elke die een tocht van, nou, dit is een geweldenaar. Ja. Dat komt er nog net helemaal uit. Nou, kijk. Albert was ook wel een hele lieve jongen, heel goed karakter, maar was wel een ratje in het veld. En daardoor heeft hij de snellere stap in Nederland gemaakt dan Sinan. Sinan was wel bescheiden, maar Sinan gaat wel een hele goede voetballer worden hoor, Sinan Batigi. Dat wordt wel een hele goede hoor. Okay. Wat is nou de belangrijkste eigenschap van een voetballer waarvan je zeker kent? Als ze die eigenschap hebben, ja, dan kan het haast net misgaan. Ja, Utsang goed voetballen natuurlijk. Ze met de technische vaardigheid hebben, de aanleg hebben en dan de mentaliteit, de wil om iets te worden, iets te halen. Hè. Dus het vonk op latere leeftijd scouten is en toch de wil het om trots te zetten. En dat moest ik heel beloven, maar dan helst het ik. Ja, maar vonk, dat weten we nou, hè, dat ben we nou achter dat we een uitzondering hebben. Ja. Het kan allemaal goed komen. Nee, maar ik denk dat heel belangrijk is. Wil je zelf volhouden, wil je beter worden, wil je ontwikkelen. En als je dan een goede trainer is om je heen te krijgen, dan moet dat lukken. Ja, is er een speler waarvan je zegt, die heb ik scout en daar ben ik echt heel grutsk op? Ja, dat is een soort. We hebben... Ik heb de vrouw ik, oh, ja, onder mijn hoede hand, ze in de spits, Loes Geurts, naar derde stekker van jou of vier van heel, al die jongen, al die vrouwen die voetballen nou in het team van Heerenveen, hè, wij drijven jou die begeleiden. Nou ja. Maar pik er eens in je nu? Pik er eens in je zie je echt Bilal, Sinkgragen, Robin hebben in de selectie hand. Dus, elke keer zitten er wel in twee toppers bij. Ja. En ik een heel soort, die werden naar het amateur terug in. Ja. En ja. Is er een groot talent bij Cambuur wat erom zit te komen? Want het heeft natuurlijk al, ja, het is Leven Lien, hè? Ik bedoel, Leonard Nienhuis komt dan wel uit de Geerwerkers voor mij, FC Grains en Cambuur. Maar Dijkstra Ek, Lucas Bijker, Bob Schepers, Mark Diemers. Nou, dat is aardig wat, toch? Ja, dat is redelijk wat, ja. Maar meer weet ik er niet. Nee, maar goed, ja, dat is het is een, kijk, je hebt de D's en de C's en dan gaan ze naar Groningen toe. En daar heb je niet elke dag oog op, hè, hoe dat gaat daar. Zo simpel is het. Nee. Dus ik zijn wel heel blij dat het belofte elftal er komt. En voor spelers die op dat moment niet spelen bij het eerste. En ook voor de jeugd, zeg maar, ook in de regio. En ook voor vanuit de jeugd van Groningen, Cambuur, om eventueel de stap te maken naar de belofte van Cambuur. En vanuit daar kan je wel een aardig beeld schetsen van nou, wat er daarna nog aan zit te komen. Ja, want bij Heerenveen is natuurlijk de laatste jaren behoorlijk wat talent trostreemd naar het eerste overtal. Hè. Ik hoef het net al hier op te nemen dat dit wel is. Zie je echt Sinkgraven, Van Aken. En er komt weer een hele goede lichting aan. Hè. Uit de A-jeugd zijn er nu al dit jaar al vier jongens doorgestroomd. Kada en Sint-Juste en Albert op Koemansson. Voest? En Joris, maar ja, Joris die is een jaar geblesseerd geweest. Maar die komt ook door uit de eigen jeugd. Maar het ja. Grootste talent werd elke nien, ja, misschien wordt het net heel op zee. Nee. Want we lezen natuurlijk altijd kapers op de kust. Ja. Maar Gudmundsson is echt een pareltje. Is een talent. Ja. Een talent. Ja, maar ze hebben Garteman, die gaat ook aankomen. En in de B-jeugd hebben we ook weer een paar leuke jongens. Dus dat is... Ja, en deze weekend wint ik een paar jongens een proef, toch? Een Noor, twee jongens in de IJslongen. Ja, we nodigen regelmatig spelers uit het buitenland om ze te proeven bij Heerenveen. Om te kijken wat is het als je in het buitenland moet spelen. En ze een beetje te paaien, een paar jongens toch? Uit IJsland, nee, niet paaien, een goede gevoel te geven. Het Heerenveen gevoel. Ja. En hoe doe je dat dan? Door ze met warmte te ontvangen, een paar dagen laten meetrainen. En in dit geval was er een vader en moeder was erbij, die kijken wat rond in Heerenveen. En dat is eigenlijk niets bijzonders. Het is gewoon laten zien wat wij als club voor staan. En dat is vaak genoeg om mensen over de streep te trekken. En als ze dan goed binnen en ze gaan goed terug ontwikkelen, als ze 16 hier binnen, dan mag je ze een contract krijgen. Dan trekken ze een contract, ja, als ze uit het buitenland komen, ja. Ja, ja. Oké. Okay. Heren, we binnen er heen. Tige dank van je komst. Dit is een lessen over het scouten. Ons Safir, vanavond nog een heel goed weekend aanwezig. Dag. Oh, wat?
zeist! Laat hier maar mijn auto! Ik zie je net! Een auto! We kunnen alleen nog het wapen zien, hè? Wat? Heerenveen, nak! Nou, ik denk dat droebloed! Uitslag? Nou, oké dan! 3-0 voor Heerenveen, hoor! Poppelen pijn weer! Bint Sport, waar het mij mogelijk maken door Friesland Lies.